We gaan vandaag als baby spelen, maar er is een zombie-apocalypse hier in GTA 5. Het is best wel heel erg eng, want op dit moment ben ik een baby hier in GTA 5. Vraag me ook niet waarom ik een baby ben, maar het is gewoon eenmaal zo. Alleen, er zijn ook allemaal zombies hier ook. Kijk, bijvoorbeeld deze persoon, die komt achter me aangelopen alsof hij een zombie is. En dat klopt ook, want het is ook een zombie. Alleen, hij wil me natuurlijk infecteren en hij wil me natuurlijk doden. Alleen, dat gaan we niet laten gebeuren. We schieten hem mooi neer met onze Uzi. Die we in ons hand hebben. En het ziet er best wel random uit als een baby. Vlucht van zombies en dat soort dingen allemaal. Maar we gaan het vandaag allemaal beleven. Let's go! Er staan hier echt heel veel zombies. Daar eet je, daar eet je. Kijk, als we gaan, al kunnen we ze headshotten, dan zijn ze in één klap gewoon dood. Wat je ook altijd wel ziet in die films. En ik zie dat daar ook een auto staat. Misschien dat we die auto kunnen pakken. Maar kijk, als we dan schoots neerschieten, dan duurt het echt een eeuwigheid voordat we ze er neer hebben. Maar we gaan het gewoon uitbetesten hier. We gaan kijken of we het kunnen overleven. Maar het zeker te abonneren. Wie weet, kan jouw abonnee helpen richting die 100.000 abonnees voor 2023? We weten het niet. Dus ik zou zeggen, test het zeker even uit. En vergeet zeker niet de special blauw duimpje op. Oh nee, deze zombies komen dichtbij. Maar gelukkig heb ik een wapen. Woehoe. Oh, we kunnen ze ook looten trouwens. Ja, dat kunnen we wel doen. Oké, even looten. Resources plus 1. Oftewel, met die resources kunnen we wat doen. Geen idee met wat. En wat we allemaal mee kunnen doen. Maar dat maakt niet uit. Ik vind het wel leuk. Een beetje zombies doden als een baby. Ik vind het lachen. Oké, er staat hier best wel dikke auto. Kunnen we deze repareren of zo? We rijden ook gewoon. Ja, hij doet het gewoon. We kunnen ook gewoon als baby op dit moment gewoon letterlijk rijden in een auto. Ik weet het. Het is heel gek. En we rijden nu gewoon zombies aan. Ik weet het. Het is heel gek, maar het kan allemaal in GTA 5 en op dit YouTube-kanaal. Dus we doen het gewoon. Let's go. We kunnen ook allemaal airdrops vinden en zo. En allemaal vrienden maken, volgens mij, dacht ik. Oh, oké, kijk uit. En als het avond is, dan komen er alleen nog meer zombies. Oh, ik weet al wat ik ga doen als baby. Ik weet al wat ik ga doen. Ik ga bowlen. Hoppa, strike. Er zit allemaal wel bloed nu op mijn auto. Maar goed, maakt niet uit. Het is het allemaal waard. Oh, aan de kant. Aan de kant. Dit is wel zonde van de auto trouwens. Maar goed, hij rijdt nog. Kijk, maar hier zijn ook heel veel zombies. 1, 2, oh, ik miste eigenlijk alles. Daar kom ik! Bam! En deze nog. En, oh, en de auto is ook helemaal aan het Filistijnen. Maar ik vermaak me hier wel, hoor. Beetje zombies aanrijden en zo. Ja, lachen. Ja, ik vind het lachen. Maar goed, we moeten nu wel eventjes iets anders gaan doen. Er staat links onderin boven de map Friendly Survivors nearby. Oftewel, vriendschappelijke vrienden, overlevers zijn hier. Oftewel, mensen die, ja, bevriend met me zijn. Dus laten we dan gewoon naartoe gaan. Ik zie al wat mensen hier. Zijn het zombies of niet? Oh, nee, dit zijn geen zombies. Kijk uit! Oeh, ik had ze bijna aangereden. Dit zijn gewoon letterlijk vriendschappelijke mensen, net zoals ik. Alleen, ik ben natuurlijk een baby. En kijk, we schieten er allemaal zombies neer. Kijk, ze hebben allemaal wapens en ze schieten ook gewoon de zombies neer. Samen met mij. Let's go! We gaan de stad redden. We gaan Los Santos redden van de zombies. Oké, ik heb ook nog andere wapens. We kunnen deze nog uittesten. Bam, bam, bam. Oké, maar deze persoon heeft letterlijk een honkbalknuppel. Die gaat letterlijk gewoon met hun honkbalknuppels gaan ze letterlijk aanvallen. Als jullie nou slim zijn, wachten jullie gewoon even af voordat je zo meteen zelf wordt gebeten door een zombie en dan verander je ook in een zombie. Maar goed. Zo! Mevrouw heeft wel superpower. Zo! Zo! Dat doen ze wel even goed, hoor. Moet je kijken. Kijk, trap. Zo! Zo! Die wordt even volledig tegen haar gezicht aangetrapt. Hoppa! Zo! Wow! Oké, ik neem mijn woorden terug. Ik had niet verwacht dat ze zo sterk waren, deze twee vrouwen met de honkbalknuppels. Maar blijkbaar zijn ze toch wel veel sterker dan ik had verwacht. Maar zou ik jullie dan maar even helpen? Kijk eens. Ik help jullie wel eventjes. Hey, deze mevrouw die trapt mij in elkaar, joh. Dat ben je toch niet? Hey, deze mevrouw trapt mij in elkaar. Ga eens even neer. Deze mevrouw trapt mij gewoon in elkaar. Als baby, hey. Oké, deze neer. Deze, goed zo. Kijk, we kunnen ze volgens mij ook recruiten. Oftewel, dan, ja, dan kunnen we met E klikken. En als het goed is, hoort hij nu bij mij, toch? Of niet? Ja, nu hoort hij bij mij. Oké. Oké. Nu moeten we naar onze auto toe. Want we hebben namelijk een airdrop hier in de buurt, mensen. We hebben namelijk hier een airdrop in de buurt. En dan kunnen we die namelijk, ja, stelen. Alleen, hij wordt volgens mij ook bewaakt. Dus ja, we moeten wel even voorzichtig zijn. Alleen, ik heb nu ook gewoon een vriend gemaakt. Oftewel, deze persoon hier achter mij. Die gaat nu ook met mij in de auto. En dan kunnen we gewoon nu letterlijk die airdrop gaan looten. Alleen, waar is die? Even een waypoint zetten. Want daar moeten we al redelijk snel naartoe. We hebben namelijk niet zo heel veel tijd. Rechts onder in beeld staat namelijk hoeveel tijd we nog over hebben. Dus ik ben heel benieuwd of we deze airdrop halen. Want ik ben wel benieuwd wat er in die airdrop te vinden is. Want dan kunnen we zo meteen sterker worden. En oh mijn god, deze persoon die steekt letterlijk zijn middelvinger uit naar de zombies. Het is ongelooflijk. Maar we hebben letterlijk een vriend gemaakt met een wapen. En die gaat ons zo meteen beschermen. Kijk, hij steekt letterlijk een middelvinger uit naar de zombies. Ah, dit is zo lachen. Maar we hebben niet zo heel veel tijd meer over voor de airdrop. Dus we moeten even snel zijn. Ah, de kant! Oké, maar de airdrop wordt volgens mij ook bewaakt. Dus we moeten wel voorzichtig zijn. Ja, Entry Hostile Zone. Oftewel, hier ergens moet de airdrop zijn. Oh, daar, met de rode smoke. De rook, daar moet die zijn. Alleen, moeten we even hier uitstappen. En ik ben bang dat ik wel mijn vriend ga verliezen. Want dit zijn best wel sterke vijanden volgens mij. Pak je wapen, meneer. Ik ben de baby en ik ga nu tegen je vertellen hoe we dit moeten doen. Nee, schiet niet de zombies neer. Schiet deze mensen neer, hier om de hoek. Die daar, kijk daar. Daar is er eentje. Hoppa, die hebben we neer. Kom, meneer. Kom, volg mij. Kijk, daar zijn ze. Knal ze neer.
neer. Go. We moeten naartoe. Go. Ze hebben hier ook een hele dikke auto. Die kunnen we straks misschien ook stelen. We stoppen achter de postdik. En kijk, daar is Ray. En nice! Mijn vriend heeft hem neergeknald. Bam, 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 bam. Nice. Oké, ik had verwacht dat jij het niet zou overleven, maatje van mij. Maar je hebt me gewoon beschermd. Nice. Oké, ik ga even de airdrop ga ik even looten, hoor. Even kijken wat we krijgen. We krijgen 4 items, 3 resources. Nice. Ik heb geen idee wat we daarmee kunnen, maar het komt vast goed van pas. Schiet de zombies neer. Als baby. Moet je ook kijken hoe dit grappig dit eruit ziet. Kijk, ik ben ook gewoon enorm klein. Ik ben gewoon echt enorm klein. Bam, 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 bam. Ja, kom, maatje. We moeten wegwezen. Kom op. We stappen weer in de auto. Go. Stap in. Let's go. Dan kunnen we weer. En nu kunnen we ook meerdere vrienden maken. Want die kunnen ook in onze auto's natuurlijk. Want we hebben natuurlijk nu 4 plekjes voor de auto. Linksboven is dat Nightfall Approaches. Zombies are far more aggressive at night. Oftewel, in de avond zijn zombies veel gevaarlijker dan overdag. Dus we gaan het gewoon nu meemaken. Hoe de zombies zijn. Maar eerst, we kunnen nog wat vrienden maken. Want hier, kijk, kunnen we ook onze lamp aandoen trouwens? Of, oh, nee, ik stap behoorlijk uit de auto. Nee. Dat was niet de bedoeling. Oh. Kijk uit! Nee! Onze vriend wordt aangevallen door een zombie! Oh my god! Wat gebeurde er? Die zombie was veel sneller. Stap snel in de auto. Dit gaat sowieso fout. We moeten onze andere vrienden moeten we nu redden, want anders gaan die sowieso dood. Hier, kijk! Stop! Stop, ik kan jou volgens mij aanklikken en dan word jij namelijk ook van mij. Goed zo, nu hoort hij ook bij mij. Go. Kom snel, de auto wordt hier snel wegwezen, want het is avond en er zijn nu veel snellere en gevaarlijke zombies. Go. Ik heb nu wel 2 mensen met wapens in mijn auto. 3 zelfs, want ik bel zelf natuurlijk ook mee. Maar dat is juist goed. En ze steken alle 2 middelvinger naar ze uit. Oké. Oh, maar hier is ook iemand. Nee! Onze andere vriend, om het hoek is namelijk neergehaald door een zombie. Oké, dat moet niet met ons gebeuren, dus wij moeten hier snel wegwezen. Oh, wat? Het valt me trouwens nu pas ook op, maar de elektriciteit is uit in de stad. Want kijk, mijn lampen kunnen ook niet aan. Maar hier, de lantaarnpalen die staan ook gewoon uit. En er is trouwens weer een loot drop ergens hier. Oké, misschien dat we daar binnen de tijd nog kunnen komen. Geen idee, we kunnen kijken. Misschien dat we nog een airdrop kunnen looten. We gaan kijken. Vergeet trouwens ook zeker niet te abonneren op dit YouTube-kanaal. Abonneren is namelijk helemaal gratis. En 70% van de kijkers zijn namelijk nog steeds niet geabonneerd. En ik meen het echt, het duurt heel lang. Dus ik zou zeggen abonneer. Ik vond het ook zeker op het blaadje op je hoofd. Entering Hostile Zone. Hier gaan we. Hier zijn allemaal vijanden. We gaan ze gewoon aanrijden. Let's go. Oké, we gaan uitstappen. Uitstappen als baby en mijn... mensen die mij helpen. Nee! Onze vriend is neergeschoten! Jullie krijgen karma! Jullie hebben mijn maat neergeschoten! Nee! Oké, we hebben een klein probleempje. Oh, wat? Er zijn letterlijk zombies daar die persoon aan het opeten. Oké, dit gaat fout. Ja, schiet ze neer. Goed zo. Schiet ze neer. Volgens mij zijn er geen bewaakte vijanden meer. Alleen maar zombies. Die zombies eten letterlijk gewoon die mensen op. Dit is best wel... Oh, ze leven nog steeds. Zo, ze leven, jongen. Oké, go. Dit is een andere airdrop dan eerst. We hebben 4 wapens gevonden. Nice. We hebben nu nog meer wapens gekregen. Oké, go. We moeten hier snel wegwijzen. Want ik zie daar ook allemaal zombies. Dit gaat fout. Dit gaat zo een fout, terwijl dat we gewoon een baby zijn. Ja, we overleven trouwens nog best wel lang als een baby, toch? Oké, go. Wegwijzen. Gang vehicle staat hier. Oftewel van een gang. Een auto van een gang. Oké, daar kunnen we wel naartoe. Oh, wacht. Ze komen ook gewoon letterlijk naar ons toe, of niet? Ja, hij komt letterlijk naar ons toe. Hier, rij hem aan. Zo, ik heb zijn deur eruit getrapt. Go. Go, hier staat iemand. Kijk, dat is letterlijk gewoon een vijand. Die letterlijk de zombie in elkaar slaat. Terwijl dat ik met een wapen hier sta. Oké, dat is een beetje dom, want ik heb hem nu neer. Dit was letterlijk hun voertuig. Die het gewoon wel deed. Maar we gaan die even laten exploderen. Binnen 3, 2, 1. Bam! Oh, nee, kijk! Nee! We hebben juist per ongeluk onze vriend neergehaald. Oké, we gaan snel weg. Heel snel weg. Oh nee, het gaat fout. Pak een knuppel. Nee! Hij heeft me, of niet? Nee. Dit gaat fout. Dit gaat heel fout. Krijg hem. Trap hem in elkaar. Goed zo. Goed, ik heb hem. Ik kan hem ook looten. 6 resources. Dat is best wel goed. Nu moeten we snel wegwijzen voordat er weer van die gekke zombies aankomen die er aankomen rennen en zo. Go, nu naar links. Nu naar rechts. Jongen, dit gaat goed. Dit gaat kei lekker. Dit ding gaat trouwens veel sneller dan de vorige auto die we hadden. Aan de kant. Dit is zo lachen, jongen. Als een baby. Een beetje spelen in zombie apocalypse. Oh, wajo. Oké, ik heb zelf ook mijn karma gekregen. Oh, ik heb zeker mijn karma gekregen, want hun leven nog. Knal ze neer met de shotgun. Bam. Ik heb ze wel neer. Nice. En nu hun ding nog even laten exploderen. Go. Rijden. Oeh. Oh, maar nee. Oh, nu komen er allemaal zombies op me af. Kijk uit. Er komt hier weer een zombie op me af. Nee. Oh, rennen. Nee. Oh, dit gaat fout. Dit gaat heel fout. Oh, we hebben een RPG. Schiet de RPG nu. Oh, deze nog neer. Goed zo.
Wow, yo, oké, dit is echt even spannend trouwens. Daar komen nog een paar zombies aan. Don, het is ook avond, dus het is echt veel gevaarlijker. Snel, stap in de auto. Er zitten wel wat schammetjes op de auto nu, maar dat maakt niet uit. We moeten wegwezen. Go, 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 go. Of nee, het is hier boven. Nee, het is hier wel, het is hier boven zeker. Het is een rode, ik zie daar rode rook achter. Het is hier achter, het is hier achter. Het is hier achter. Even kijken. Moeten we hier naar links en even zien, waar is het? Waar is het? Ja, nu horen ze ons wel zien aan. Nu zien ze... Ja, daar, daar, daar. Daar is het in deze steegje. Oh nee, de zombies rennen op ons af. Go, 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 go. We moeten die bewakers neerknallen. Go, knal de bewakers neer. Snel, stap uit. Knal ze neer. Bam. Hoppa, RPG. Kom op, verstop je. En de bewakers doen de rest. Doe de rest. Schiet ze neer. Oké, er wordt al één neergeknald en die vrouw wordt ook al neergeknald. Schiet ze neer. Oh, die vrouw is letterlijk al neer. Oh nee, dit gaat fout. Oké, ik ga ze helpen. Ik ga ze helpen. Ik ga ze helpen als baby. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Nee, deze mevrouw is ook neer. Mevrouw. Nee, deze mevrouw is ook neer. En deze meneer. Mijn bewakers zijn neer. Mijn bewakers zijn neer. Oh, dit gaat fout. Kijk, ik ben wel heel klein, dus ik kan me nu wel lekker verstoppen. Daar gaan we. Knal ze neer. Poep, poep, poep. Hebben we nog ergens een bewaker hier om de hoek zeker? Ja, hier. Go. Woep, 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 woep. Hoppa, we hebben ze neer. We hebben de airdrop. 23 items hebben we gekregen. Dat is vast goed. Oké, we moeten snel wegwijzen hier. Want onze vrienden zijn ook al neer. En daar komen ook zombies aan. Aangerend zelfs. Snel ze neer. Dit is zo lachen, joh. En het is zo random dat ik gewoon letterlijk een baby ben. Nu moeten we heel snel wegwijzen. Aan de kant in deze auto. Het zijn ook allemaal dezelfde auto's die hun hebben. Let's go! En deze auto kan ook gewoon opstijgen. Door mods kan dat. Dus we gaan gewoon lekker wegvliegen van deze gekke stad. Daar gaan we. Oh! Niet helemaal wat de bedoeling was. Dit is trouwens ook niet wat er in de mod zit. Maar ik heb dit gewoon gedownload, zodat ik kan vliegen. Alleen, het vliegen is toch best wel lastig. Ja, daar gaan we. Uit de stad. Hey, vaarwel Los Santos. Later. Als baby was dit best wel lachen. Vergeet zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Vergeet zeker niet te smashen op het blijf op je hoog. En klik snel op een van deze twee video's binnen 3, 2, 1.